Er zijn echt genoeg films waarvan je denkt... Ah man, what the fuck, wat is dit? Waarom kijk je naar? Of nee, beter gezegd, waarom is dit überhaupt gemaakt? Nou, deze top 5 gaat hierover en dan in een specifiek jasje. Namelijk met haaien in de hoofdrol. Ik echt bij mezelf... Oeh, waarom? En op nummer 5 staat Sharknado. Deze mensen die zaten zwaar aan de drugs. En toen zagen ze een tornado en ze keken naar de zee waar ze een haai zagen. En toen kwam Sharknado. Ik weet niet of het echt daadwerkelijk zo is gebeurd, maar zo'n gevoel krijg ik wel. Ik citeer trouwens eventjes hoe de Nederlandse Wikipedia pagina deze film heeft beschreven. Ondertussen een spannend muziekje. Een orkaan raasde over Los Angeles en zorgde ervoor dat de mensetende haaien door de hele stad verspreid raken. Surfer Finn gaat samen met zijn vrienden Bas en Nova zijn ex-vrouw en dochter proberen te redden. Hij slaagt erin. Maar de arrogante nieuwe vriend van zijn ex wordt opgegeten door de haaien. Dan gaan ze Matt zoeken. Finn zijn oudere zoon. Hij werkt op een airport en volgt de opleiding tot piloot. Geweldig! Ze besluiten de bedreiging te stoppen door vanuit helikopters bommen op de haaien te gooien. The fuck? Oh ja, trouwens, dit wil ik nog wel even zeggen. Het is eigenlijk best wel geestig. Nou ja... Ja, het is dubbel geestig, want hij is nu ook een geest. Nou, oké, stop. Ik moet er geen grapjes over maken, want het is gewoon serieuze shit. Want de acteur, of ex-acteur Cory Monteith, die je misschien kent vanuit Glee... Zijn laatste twee tweets, voordat hij doodging, gingen over de film Sharknado. Dus pas op waar je over gaat tweeten, voordat we jou kunnen begraven. En op nummer 4 staat Dino Shark. Dino Shark of Dino Shark gaat over een dino die heel lang in het ijs heeft gezeten en dan er opeens uitkomt vanwege de global warming. Alsof deze film subsidie zou krijgen door een maatschappelijk thema erin te verwerken. Weet je, alsof dit. Kijk eens, aan meneer, ik geef u $50.000 extra subsidie wanneer u het thema global warming en de Dino Sharks. Of dinosaurus, ik weet niet precies. In uw film verwerkt, ja. $50.000? Ja, natuurlijk wil ik dat. Haha. Dan ga ik wel iets doen met ijs dat smelt en een dino zit daar op een of andere manier in en dat leeft weer. En alsof het nog niet erg genoeg is, na duizenden jaren in het ijs te hebben gezeten, wordt de dino na 3 jaar een haai. Nee, eigenlijk een dino shark, nog veel erger dus. En het terroriseert de zeewateren nog erger dan een Somalische piraat uit het jaar 2013. Nummer 3. Op nummer 3 heb ik Sharktopus staan. Deze film zou nog enigszins kunnen, weet je. Een haai die seksstem heeft gehad met een octopus. Maar dan alsnog, weet je. In deze film hebben we het over een halve haai, halve octopus gemaakt door Defensie. Weet je, hoe zou je op zo'n idee zijn gekomen? Dat je met je vriend, de admiraal, naar de dierentuin bent gegaan, bij een aquarium staat en dan... Admiraal, moet je kijken. Deze haai, die heeft echt grote tanden, zeg. Zo. Ho, 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 wait a minute. Als wij die haai met die octopus samen doen, dan krijgen Sharktopus, an amazing movie in the cinema soon. Wait, what? En op nummer 2 staat bij mij Two-Headed Shark. De filmtrailer ziet op zich wel interessant uit en de film heeft ook zeker wel 2 pluspunten. Dan heb ik het niet over de Two-Headed Shark zelf, maar over Carmen Electra die in deze film speelt. Maar sorry dames, jullie kunnen soms wel heel veel goed doen in een film en heel veel goed maken. Maar in deze film komen jullie ongeveer net iets tekort. Ongeveer zo'n beetje tekort. Zoiets. Het blijft gewoon een what the fuck film. Nummer 1. En op nummer 1 staat de Mega Shark versus Krokosaurus. Nu vind ik het al gek dat een mega haai moet vechten tegen een dinosaurus. Maar dat die dinosaurus ook weer met een krokodil is geweest en dat het dan een krokosaurus... Misschien, weet je, ik wil niet eens weten hoe ze op het idee zijn gekomen. Animal Planet stond zeker aan. Wist je dat er ook inmiddels al 3 Mega Shark films uit zijn? De eerste was Mega Shark vs. The Giant Octopus. De tweede was dus Mega Shark vs. The Krokosaurus. En de derde, die dit jaar moet uitkomen, Mega Shark vs. Mega. Of Mega Shark. Weet je, mooie woordgrap. Mega, weet je, met CH is ook een G. Mega. Fuck! En dit, die haaien hebben de powers om 12 kilometer de lucht in te vliegen en eentje probeert zelfs een vliegtuig op te eten.
Weet je, nu komt echt mooi die quote uit. I don't want to live on this planet anymore. Wat vind jij eigenlijk van die shark fillers? Vind je het om te janken? Vind je het eigenlijk enigszins wel grappig? Of denk je eigenlijk van waarom stoppen we überhaupt geld in dit soort projecten? Hebben mensen misschien geld te veel of zo? Ja, dan stuur het dan ergens anders naartoe waar ze het wel kunnen gebruiken. Ik vind in ieder geval dit soort films hoef je mij niet voor wakker te maken. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet niet te abonneren op de Filmfabriek en klik eventjes daar, want dan kom je op mijn vorige top 5 uit, namelijk die over de film gadgets. Want welke film gadgets zijn er wel niet allemaal? En welke zou jij misschien wel in het echt willen hebben? Ik ben in ieder geval op onderzoek geweest en check even die video. Tot later!